In deze video laten we zien hoe uw Spider klimaatthermostaat werkt en hoe u deze bedient. We behandelen de volgende items. 1. De ruimtetemperatuur veranderen. 2. Het elektrisch element inschakelen. 3. Extra warm tapwater vragen. 4. Verschillende ventilatiestanden kiezen. 5. En de timerfunctie activeren. 1. De ruimtetemperatuur veranderen. Activeer de thermostaat door op het ITO Daaldrop logo te drukken. De thermostaat ligt op en na bediening gaat de thermostaat na 20 seconden terug in standby. In grote cijfers ziet u de actuele temperatuur en in kleine cijfers de ingestelde temperatuur. Om de temperatuur te verhogen drukt u op de plus. De temperatuur wordt verhoogd in stappen van een halve graad. Zodra de gewenste temperatuur is bereikt, stopt u met indrukken. De temperatuurinstelling wordt automatisch opgeslagen. Als de gemeten temperatuur lager is dan de ingestelde temperatuur en de warmtepomp staat in verwarmingsmodus, dan verschijnt er een vlamsymbool. Om de temperatuur te verlagen drukt u op de min. De temperatuur wordt verlaagd in stappen van een halve graad. Zodra de gewenste temperatuur is bereikt, stopt u met indrukken. De temperatuurinstelling wordt automatisch opgeslagen. Als de gemeten temperatuur hoger is dan de ingestelde temperatuur, verschijnt er een sneeuwvlokje in het scherm als teken dat de warmtepomp zal gaan koelen. Let op! Omdat een vloerverwarmingssysteem temperatuurveranderingen langzaam doorvoert, wordt de koeling pas echt ingeschakeld nadat er 24 uur lang geen verwarming van de woning is geweest. De warmtepomp gaat dus niet direct koelen nadat u de temperatuur verlaagd heeft, maar wacht hier 24 uur mee. 2. Het elektrisch element inschakelen. Let op! Wanneer de warmtepomp de ingestelde temperatuur niet haalt of in storing staat, kunt u de warmtepomp de mogelijkheid geven uw woning tijdelijk extra bij te verwarmen. Dit kunt u doen door het elektrisch element in te schakelen. Dit doet u door de instelling automatisch verwarmen koelen aan te passen naar elektrisch bijverwarmen. Activeer de thermostaat door op het ITO Daaldrop logo te drukken. Houd de knop temperatuur ongeveer 3 seconden ingedrukt tot op het scherm de actuele instelling knipperend wordt getoond. Door op de knop temperatuur te drukken zullen de verschillende instellingen verschijnen. Kies daarbij voor de instelling elektrisch verwarmen met de letters EE. Bevestig de keuze door op het ITO Daaldrop logo te drukken. Na het activeren van deze instelling kan het elektrisch element gedurende 24 uur ingeschakeld worden. Wees u er wel van bewust dat elektrisch bijverwarmen een hoger energieverbruik tot gevolg heeft. 3. Extra warm water aanvragen. Om meer warm tapwater voorradig te hebben in uw woning, kunt u de instelling wijzigen. Druk op het ITO Daaldrop logo en dan op de knop tapwatercomfort. Dit is het druppelsymbool. Hier verschijnt de actuele instelling. Standaard staat deze op E van Eco, omdat dit de meest energiezuinige optie is. In deze stand wordt het tapwater 1 keer per dag helemaal opgewarmd. U heeft een vaste hoeveelheid warm tapwater per dag, voldoende voor een gemiddeld gezin. Let op, indien het warme tapwater op is, is het ook echt op. De volgende dag wordt het tapwater pas weer verwarmd. Wilt u meer warm water? Dan doet u dit als volgt. Houd de druppel 3 seconden ingedrukt tot de E gaat knipperen. Door op de druppel te drukken zullen verschillende instellingen verschijnen. U kunt kiezen uit de volgende instellingen. C. Die staat voor comfort. Het tapwater wordt nu altijd extra opgewarmd als het beneden de 45 graden Celsius wordt, de hele dag door. Dit is minder energiezuinig dan de eco-stand, maar zorgt dat u meer warm water op een dag kunt gebruiken. B. Die staat voor Boost, een eenmalige opwarming van het tapwater. Let op,
Het duurt ongeveer 2 uur voordat het tapwater is opgewarmd. Deze stand kost meer energie dan de eco-stand, maar kost minder energie dan de comfortstand. ST is de standby-knop. Een uitschakeling van de opwarming van het tapwater, terwijl de Legionella-preventie doorloopt. Dit is een handige optie om te activeren als u op vakantie gaat. Kies uw gewenste instelling en bevestig deze keuze door op het ITO Daaldrop logo te drukken. 4. Verschillende ventilatiestanden kiezen. Indien uw ITO Daaldrop ventilatiesysteem ook is aangesloten op de thermostaat, kunt u deze hiermee bedienen. Uw ventilatie staat standaard op automatisch. Om uw woning tijdelijk extra te ventileren, kunt u de stand op uw thermostaat wijzigen. Dit doet u als volgt. Activeer de thermostaat door op het logo te klikken. Druk vervolgens op het ventilatiesymbool en kies de gewenste ventilatiestand door kort op 1, 2, 3 of auto te drukken. U kunt daarbij kiezen uit de volgende standen. 1. Laagstand, bij aanwezigheid van 1 persoon overdag of 's nachts, of wanneer er niemand aanwezig is. 2. Middenstand, voor overdag of 's nachts, bij aanwezigheid van 2 of meer personen. 3. Hoogstand, tijdens het koken, douchen of baden, of wanneer er veel mensen aanwezig zijn, bijvoorbeeld bij een feestje. 4. De autostand. Die regelt automatisch de standen aan de hand van de metingen van de CO2-sensoren. 5. Timer activeren. Op de thermostaat staat een timersymbool. Als u voor een korte tijd wil ventileren op de hoogste stand, kunt u de timer gebruiken. Het is mogelijk om voor 10, 20 of 30 minuten in de hoogste stand te ventileren. Daarna schakelt de ventilatie terug naar de automatische stand of de laatst gekozen stand. Activeer de thermostaat door op het logo te drukken. Druk vervolgens op de timerknop, dan kunt u de gewenste tijd selecteren. Stand 1 is 10 minuten. Stand 2 is 20 minuten. Stand 3 is 30 minuten. Kies de gewenste stand. De bevestiging van uw keuze is te zien door het verschijnen van een witte ring in de knop Timer. Het is mogelijk de timer te onderbreken door een andere stand in te drukken. Wilt u meer weten over de bediening van de Spider klimaatthermostaat? Kijk dan in uw gebruikershandleiding. Deze is ook terug te vinden op de website of kijk op ons YouTube-kanaal.